Meer dan 100 jaar geleden was je helemaal niet wijs. Als je zei dat onze aarde wel eens rond zou kunnen zijn. Toen werd je nagekeken en voor grapjes uitgemaakt. Als je zei dat wij ooit vliegend zouden gaan. Maar kijk eens even rustig naar de wereld om je heen. Het beeld van nu dat komt met dat van toen niet overeen. We schieten satellieten naar Mercurius en Mars. In een fabriek komt er geen mens meer aan te pas. We winkelen op internet, we slapen op een waterbed. We praten zonder woorden, want we pingen. En over 100 jaar als ik niet meer besta, dan boeken we vakantiereisjes rustig naar de maan. Dan flits je in een half uur van Londen naar Japan. Dan is er niets meer dat er niet meer kan. Honderd jaar de toekomst in of 100 jaar terug. Als ik die keuze krijgen zou, wist ik het niet zo vlug. Toch zou ik ervoor kiezen om te zien hoe.